Hey guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag woensdag en dat betekent een nieuwe video. Vandaag heb ik een shopblog voor jullie. En voor de mensen die de vlog hebben gezien, die weten dat ik nu de shopblog heb gedaan. Dat die woensdag dus online komt. En ik wil jullie even bedanken voor de 725 abonnees. Ik ben super blij daarmee natuurlijk. En bij de 800 abonnees komt er een soort van giveaway online. Maar daar meer later over. Vandaag in deze video laat ik jullie zien wat ik heb gekocht in Zaandam en Amsterdam. En laten we snel beginnen. Laten we beginnen met deze trui die ik nu aan heb. Deze legertrui, daar ben ik super blij mee. En deze was 10 euro. Dan dit witte shirtje. En hier zit eigenlijk een heel grappig verhaal aan. Want ik ging naar de release party van Be Brave. Daar hebben jullie in de 2 weekvlogs geleden hebben jullie kunnen kijken van wat er eigenlijk die dag allemaal is gebeurd. En daar zat een verhaal achter dit shirt. Want ik had een sweater aan en die zwarte met wit. Maar die was te warm. Toen ben ik heel snel naar hem gerend en heb dit shirt gehaald. Super awesome met dit op de voorkant. En dit op de achterkant. Echt super leuk. En dit shirt was maar 5 euro. En over het volgende twijfelde ik vet erg. Omdat ik hem wel leuk vond. Maar ja, ik dacht, hoe ga ik hem combineren? Maar uiteindelijk heb ik hem wel gekocht. Dat is deze. Dit blauwe ding. Met dit. Echt super schattig. En dit. Echt super leuk. Maar ik dacht misschien leuk voor in de zomer of zo. Gewoon lekker. Met een spijkerbroek en dan met slippertjes. Super sexy. Dan heb ik iets gekocht wat ik al super lang wilde. Voor wie mijn weekvlogs kijkt en wie mij een beetje kent, is dat ik onwijs fan ben van Anna Nushin. Ze heeft laatst een nieuw boek uitgebracht online. En die heb ik gekocht. Dit is het boek. Het is een super leuk boek. Gewoon lekker compact in de hand. En er staan allemaal grappige verhalen in over fashion, reizen, vriendschap en liefde. En deze vind ik gewoon super leuk. Gewoon lekker voor in je tas. Gewoon lekker klein. Ik haat boeken die heel groot zijn. En die je ook niet mee kan nemen op vakantie. Maar ik weet zeker dat ik dit boekje gewoon lekker ga lezen. Dan ben ik naar de Flying Tire gegaan. En daar heb ik als eerste deze packing list gekocht. En jullie denken, Jamie, wat moet je met een packing list? Maar ik vind deze vet handig. Want deze kan je gewoon gebruiken voor op vakantie. En daar schrijf je dan alles op wat je wil. Of nee, wat je niet wil. Maar gewoon alles afstrepen wat je al hebt gedaan. Of wat je al in je koffer hebt gedaan, laat ik het zo zeggen. Die dus. En deze was 2 euro. En toen kocht 2 euro. En toen kocht ik bij de Flying Tiger ook nog dit. En dit is een mok. En of een beker. In dus vorm. Met een soort van slagroomtoefje op de bovenkant. En dit vind ik heel erg leuk voor een do-it-yourself Starbucks drink frappuccino. Caramel. Ik drink daar heel veel. En dat vond ik gewoon leuk om het in deze beker te doen. Het is niet echt van Starbucks. Maar ik vond de bekers bij Starbucks vond ik echt mega duur. Dus ik dacht, nou oké. Deze beker, top idee. En dan was ik bij de Kruidvat. En als eerste heb ik deze vitamine drink in vitamine A, C en E gekocht. En deze was 55 cent. En toen ging ik heel even bij de koekjes kijken. En bij de aanbiedingjes en zo. En toen vond ik Dora koekjes. Echt mijn fave. Vroeger had ik dit altijd. Het was eigenlijk een soort van guilty pleasure van mij. Maar ik vind ze nog steeds super lekker. En dan bij de Marks & Spencer viel mijn oog op de Spirit of Summer Watermelon in Coconut White Tea. A Thirst Acoustic Still Tea, Full of Light, Refreshing and Fruity Flavor. En dat is deze. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar ik hou van watermeloen en ik haat. Ik vind kokos ook heel erg lekker. Dus dit leek me wel een goede combi. En ik ga dat lekker zo meteen drinken in deze beker. Dan kan je nooit de Marks & Spencer verlaten zonder brownies. Yay. Kan je nooit verlaten zonder brownies. En deze komen uit Londen. Echt super leuk. En deze heb ik ook meegenomen. Trouwens, deze brownies waren 3,70. En dit was 2,55. Dan was dit alles wat ik heb gekocht. Jullie willen natuurlijk ook weten hoe deze twee
items staan. Dit witte shirt had ik al aan in de vlog en nu dit shirt ook. Maar ik ga het gewoon beter laten zien. Dat komt er nu aan. En dan bedankt voor het kijken en veel plezier met nog de beelden van hoe ik het aan heb. En jullie zien het ook wel in de vlog, de weekvlog, die binnenkort weer online komt op maandag natuurlijk voor jullie. En veel plezier met dat. En dan zie ik jullie volgende video weer. Doei doei!